Aan het Zwarte Water bij Genemuiden bevindt zich een oud stoomgemaal dat reeds 100 jaar achtereen dienst heeft gedaan. In deze eeuw zijn heel wat tonnen vetkool in het laaiende vuur onder de ketels verdwenen. De machinist Kroes is machtig trots op zijn stoommachine, die er nog als nieuw uitziet. Alles loopt gesmeerd en men kan zich nauwelijks voorstellen dat de techniek 100 jaar geleden al zo ver gevorderd was. De machine heeft een vliegwiel met een middellijn van 8 meter en een gewicht van 17.000 kilo. Door de stoommachine worden twee houten schepraderen aangedreven die per minuut 500 kubieke meter water kunnen uitslaan. Maar dit oudste nog werkende stoomgemaal van Nederland zal binnen niet al te lange tijd worden vervangen door een modern gemaal. Zijn taak is reeds gedeeltelijk overgenomen door het nieuwe gemaal Lutterzeil, dat deze dagen door de commissaris der Koningin in Overijssel, ingenieur Ridder de van der Schuren, officieel in bedrijf werd gesteld. Bij dit elektrische gemaal wordt het water door twee zogenaamde vijzels uitgemalen. Dit vijzelsysteem is reeds zeer oud, maar het wordt in de laatste jaren weer steeds meer toegepast. Het nieuwe gemaal Lutterzeil is met een capaciteit van 250 kubieke meter per minuut het grootste vijzelgemaal ter wereld.